Breda Nu. Je weet het meteen. Ik heb niet de illusie dat ik Markant ben of dat ik bekend ben, maar mensen zouden me kunnen kennen van het feit dat ik bij BN Stem lang heb gewerkt als verslaggever van NAC. En ik heb bij Football International gezeten als verslaggever. En ik schrijf nu onder andere voor het Algemeen Dagblad en voor heel veel andere dingen. Dus als mensen me al zouden kennen, dan zouden misschien daarvan kunnen zijn. Nou, ik vind de Willemstraat gewoon echt een mooie verfraaiing, of een echte verfraaiing van Breda. Zoals als je Breda een beetje kent, vroeger was het echt zo'n straat waar je nog niet doodgevonden wilde worden. En nu is het gewoon echt de doorgangsweg van het station naar de stad. En ja, leuke koffietentjes, levendig geworden, winkelend publiek, cafeetjes. Nou ja, mijn favoriete eetentje Klein Java zit op een steenworp afstand. Mijn stamkroeg, de Bijert, die kun je al ruiken vanaf hier. Dus ja, ik vind het gewoon echt een hele mooie straat. En als die nog een beetje wat voller wordt, als de bomen gaan groeien, als er nog een paar cafeetjes erbij komen, dan is het echt het paradepaardje van de stad. Mijn connectie met Breda. Nou, ik ben geboren in Breda, 37 jaar geleden inmiddels. En ik ben eigenlijk opgegroeid, wat ik zeg. Ik ben opgegroeid in Wavel, een klein dorp hier vlakbij. Maar ja, mijn hart is gewoon Breda. Ik woon hier al heel mijn leven eigenlijk en ik ben gewoon echt een Breda. Nou, zo voel ik me althans. En los van een periode in Tilburg waar ik heb gestudeerd, heb ik er altijd gewoond, altijd geleefd en altijd in de kroeg gezeten. En ik kom er overal, ik ken elk plekje en ik ben gewoon helemaal gek op Breda. Ik ben Dennis van Bergen en dit is mijn plek.